Ik ben Achim Heidemans, de eerste machinevader van het prototype IUV-machine. Een machinevader binnen DNE is eigenlijk een beheerder van de prototype machines. Hij helpt bij het bouwen van de machine, maar uiteindelijk gaat hij ook de machine onderhouden, zodat DNE zijn onderzoekactiviteiten kan verrichten op de machine. Machinevader word je, ja, daar kun je op solliciteren. Ik ben dan natuurlijk ingerold, want ik ben namelijk eerst bij productie begonnen. Nou, ik had veel meer interesse in het stukje ontwikkelwerk, dus ik wilde wat dichter bij de technologie zitten. De nieuwe uitdagingen voor dit project was, we moesten met vacuüm gaan werken. Dat zijn hele nieuwe technologieën. Er zijn heel veel bedrijven die zelfs aangegeven hebben van, ja, ASML, dat ga je niet lukken. We kunnen wel in kleine keteltjes, maar niet zo heel erg groot. En dan ga je nog machines daar omheen bouwen. Ja, daarnaast hadden we last van koolwaterstoffen. Daar was de machine gevoelig voor. Moet ik daarmee omgaan? Hoe hou ik mijn machine schoon? Sterker nog, hoe ga ik dat straks in productie doen? Dat waren eigenlijk allemaal uitdagingen, allemaal vragen die beantwoord moesten worden. Wilden we een goede machine hebben zoals we die nu heden ten dagen hebben? Ik denk dat het grootste succes was de eerste wever die we belicht hebben. We stonden eigenlijk voor SPIA, dat is het conferentie voor halfgeleiderindustrie. En daar wilde onze programmanager eigenlijk de resultaten van IUV gaan weergeven. En wij wilden toch eigenlijk wel een plaatje laten zien dat we de dunne lijntjes konden halen. Want inmiddels was immersie opgekomen. Uiteindelijk is het gelukt. Vraag niet hoe, zeg ik er ook heel eerlijk bij. Want het was echt een avontuur om überhaupt licht in het systeem te krijgen. Het plaatje was gelukt. Netjes onder de microscoop, elektronenmicroscoop, dunne lijntjes. Hè. Dus er werd gekeken. En we haalden inderdaad immersie. Dus netjes die gegevens doorgestuurd naar Amerika. En toen hebben we eigenlijk voor de grappen gezegd van ja... Hey, kijk nou eens naar hoe ver we nou echt kunnen, want we hadden meerdere patroontjes belicht. Ja, toen bleek dus dat we nog beter waren als de immersiemachine. Dus we hebben last minute nog doorgemaild en werd meegedeeld. Wij kunnen nog dunnere lijntjes maken, betere lijntjes maken, als het, wat toen nog nieuw was, immersiesysteem. Ja, en dat is natuurlijk, dan maak je het wel de klap er op dat moment. Dat is ook wel uitgebreid gevierd hier bij ASML. Dat was echt wel een milestone. Ja.